Kijken naar een nieuwe video. Zoals jullie wel weten ben ik een hele tijd weg geweest van YouTube. En in deze video ga ik vertellen waarom. Allereerst, super tof dat je deze video kijkt op mijn kanaal. Jullie zullen wel denken, jeetje, je bent wel echt heel erg lang weg geweest. Allereerst zal ik jullie maar even vertellen waarom ik weg ben geweest. De grootste reden is eigenlijk dat ik geen inspiratie meer had voor YouTube. En dat ik daarom ging stoppen. Destijds zat ik nog op de middelbare school. Ik had mijn diploma gehaald. Ik ging naar de HAVO toe en daar was ik vol verzekerd van dat ik dat ging halen. Maar helaas was het echt veel te moeilijk voor mij. En toen ben ik audities gaan doen voor musicalopleiding, zoals jullie wel weten. Nou, ik acteer nog steeds, ik zing nog steeds en ik speel ook nog steeds. Dus dat was superleuk. Nou, toen heb ik dus auditie gedaan voor de Nederlandse Musical Academy in Arnhem. Hoi jongens. Ik heb net gedoucht. Auditie gedaan dus in Arnhem en daar ben ik voor aangenomen en nu zijn we al bijna een heel jaar verder. En gisteren heb ik ook te horen gekregen dat ik overga naar het tweede jaar, dus daar ben ik ontzettend blij mee. Jullie zullen misschien wel afvragen van waarom ben je dan niet eerder gestart, want misschien willen we dat wel heel erg graag zien. Nou, deze opleiding is heel erg druk en ik dacht, als ik YouTube echt verder ga doen, dan is dat heel moeilijk. Dan zullen jullie afvragen waarom doe je het nu dan wel. Nou, ik ga het nu doen omdat ik denk van, ik heb toch al wat leuke video-ideeën, al helemaal vanwege school. We gaan een eindvoorstelling maken, een musical, of althans maken. We gaan van Horne Entertainment gaan we hun vorige musical doen en dat was Hans. En dat was Hans en Grietje, dus die gaan we doen en er zijn morgen audities van. Dus dat is donderdag, uit mijn hoofd 27 april. Ja, volgens mij wel. Klein foutje, 25 april. En dan start de vrijdag erop, 26 april, starten de repetities. Dus dan ga ik jullie meenemen en ik laat jullie weten hoe de audities gisteren gegaan. Wellicht komt er wel een vlog online binnenkort van de audities of van de repetities. Daarbij ben ik ook aangenomen voor een stageplaats bij Max Havelaar de Musical. Dat is een kleine musical die over het verhaal gaat van Max Havelaar. Hij gaat toeren door Gelderland, dus als je hem wilt zien, vanaf 16 mei is de première. Dus dat wordt natuurlijk heel erg spannend en daar gaan we aankomende volgende week, dat is onze meivakantie, want we hebben maar één week, gaan we volledig repeteren van 9 tot half 6, dus dat wordt ontzettend leuk. Kortom, er is superveel gebeurd in de afgelopen tijd. Zoals jullie net ook hebben gezien, heb ik een hele leuke vriend. Zoals jullie wel zien, ben ik op een hele andere plek. Ik woon namelijk samen met Chris in een leuk appartement. Dat zullen jullie in de vlogs wel voorbij zien komen. Ik ga geen tour doen of zo. Dat is niks van mij. Dus verwacht er ook niet te veel van. Maar verwacht wel gewoon leuke video's als ze online komen. Dat is eigenlijk hetgeen wat ik ga doen. Nog even snel voor de duidelijkheid. Dus geen vaste uploaddagen, geen vaste uploadtijden. Laat je verrassen wanneer er wat leuks aankomt. Ik ben nog bezig met een nieuwe design, nieuw banner, nieuwe profielfoto. Dus tot nu toe staan nog even de oude. Die hou ik ook nog eventjes. Ja, dus dat. Ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in. Ik hoop jullie ook. Geef hem in ieder geval een duimpje omhoog. Abonneer even en dan check ik jullie de volgende keer. Chris heeft er ook zin in. Doei! Ja, ik ga hem bewerken. Chris weet echt niet hoeveel tijd het in beslag neemt. Ik check je later. Doei!